welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maand reading doen voor het sterrenbeeld Steenbok. Herken jij je er nou in? Dat is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dan is het ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maand reading is. En deze loopt van 7 april tot en met 30 april. En rondom begin mei komen er weer nieuwe readingen online te staan. Dus we gaan voor jou kijken, Steenbok, van hoe gaat het met jou in deze tijd, in deze periode? Voel jij je goed in alles? Voel jij je verbonden? Of juist helemaal niet? Hoe staat het ervoor met betrekking tot je werk, je relatie, je liefdesleven, wat dan ook? We gaan het zien in de open maand reading voor de Steenbok. Oké, Steenbok. Gevoelens, emoties wij de komende periode meer aan bod laten komen. Je wilt op de een of andere manier, meer verbinden. Je wilt je emoties misschien wat meer uitwerken of misschien wat meer gelijkwaardigheid creëren met de mensen om jou heen of situaties. Ga er dan ook zeker mee door. Watertekens kunnen je daar goed bij helpen, vissen, kreeft of schorpioen, om die emoties nog meer jezelf vrij te laten. En op werkgebied, carrière, eigen bedrijf, sta je eigenlijk wel open om het een en ander misschien wel anders te willen gaan aanpakken. Of te willen gaan veranderen, Steenbok. Maar je bent misschien ook inderdaad juist bewust eerst even situaties goed van bovenaf en bekijken. Je gevoelens aanvolgen natuurlijk, je intuïtie. Je gaat er dan ook mee door, want je staat wel heel duidelijk, Steenbok, wat ik hier zie, voor doorbraken. Om definitief bewust knopen door te hakken. Geef die grenzen goed aan. Laat mensen los waar je niks meer mee kan. Die misschien op de uitkijk staan. Of die misschien stiekem zijn. Of een bepaalde energie vasthouden. Om jou niet verder te kunnen laten ontwikkelen. Laat die persoon of mensen los. Deze heb je natuurlijk niet meer nodig. En sta open voor die nieuwe verbindingen en nieuwe contacten. Waarin jij ook uiteindelijk meer uit gaat halen. Maar het kan wel zijn, Steenbok, dat je misschien ook wel even bewust een bepaalde weg even alleen moet gaan als kluizenaar. Waar misschien in staat omschreven van, jij moet even bepaalde stappen juist inderdaad even doen alleen aan eruit leren. Sta in ieder geval niet meer open voor het oordelen van anderen. Wat misschien vinden er wel links en rechts daardoor wel wat veroordelingen plaats. Maar ga dan toch zeggen van, geef mijn grenzen aan. En ik laat het niet zomaar toe. Ik pak het toch wel op die manier anders aan. Ik ga toch grenzen aangeven. Dat is belangrijk, Steenbok. Want je bent wel in de energie van, je wilt echt wel veranderingen maken. En er ook op een goede, harde manier aan werken voor jezelf. Om op de juiste manier het samen zijn stukken te creëren. In je werk, in je privéleven, familie, vrienden, wat dan ook. En heb dan ook het geloof in jezelf en alles. Dat het ook heel duidelijk gaat lukken, Steenbok. En je zal uiteindelijk wel met een tevreden resultaat komen te zitten. Zolang je hem ook in de algemene energie, dus goed ook financieel de weegschaal, goed in balans houdt. En misschien ook juist even in bepaalde situaties even de dwaas spelen. Om even misschien achter bepaalde antwoorden en inzichten te komen. Die je misschien wel nodig hebt om naar de toekomst er meer uit te kunnen halen. Oké, heel erg mooi, Steenbok. Ga je wat mee doen? Ga deze stappen zetten. Een duidelijk verhaal. Goed, dan gaan we door naar de Steenbok die single is. Sta je open voor de liefde voor dit moment, Steenbok? Of wij misschien ook het een en ander aan het verwerken vanuit de voorgaande relatie. Of we hebben zoiets van, ja goed, mag wel weer. We gaan het zien. Single Steenbok. Oké, single Steenbok. Balans vind je als eerste belangrijk. Je bent een aardeteken, staat ook voor de munt. Punten 4. Balans vind je belangrijk. Boven je in je hart, onder je voeten, op aarde. Balans. Daar ben je heel erg mee bezig om dit te vinden.
Je staat aangezien open voor de nieuwe vorm van liefde, maar je bent ook best wel bereid het een en ander daar ook wel aan te geven. Maar je wilt ook het een en ander eruit terug ontvangen. Dus ga je ook als je in een nieuw contact komt in de nieuwe vorm van liefde, ga je ook heel duidelijk Steenbok met momenten juist even de dwaas ook weer spelen. Om te kijken hoe hij of zij werkelijk in jou geïnteresseerd is. Maar uiteindelijk zou je wel merken, Steenbok, dat jouw relatie wel heel duidelijk, je nieuwe vorm van relatie wel heel duidelijk succesvol gaat zijn. En dat je er dus ook wat dat betreft wel meer uit kan gaan halen. Dus ga er ook heel duidelijk open voor staan. Single Steenbok, ga je stappen maar zetten. Weet dat je uiteindelijk ook veel meer brengt. En laat je gevoelens dan maar zien. Ga maar vanuit je gevoel en vanuit je energie maar het een en ander ook werkelijk ondernemen. Single Steenbok. Misschien ga je wel verbinden met een waterteken. Kreeft, vis en schorpioen. Of misschien wel ook in een aardeteken. Stier, Steenbok of maagd. Kan. Single schorpioen. Het wil het wel binnen gaan komen in jouw energie. En dan wil ik echt wel een opbouwende relatie. Voor minder ga je het niet meer doen. Je wilt wel weten of voelen of merken van dat hij of zij ook echt wel bewust naar de toekomst kijkt. Om samen wel ja, een toekomst op te bouwen. Dus daar sta je wel heel duidelijk voor op, een Steenbok. Mooi om te zien. Houd het vast. Ga je ervaren, een Steenbok die single is. Goed, duidelijk. Dan gaan we door naar de Steenbok in een relatie. Hoe gaat het daar, een Steenbok in jouw relatie? Voel jij je verbonden? Zijn jullie samen één? Of is het juist iets van nee, schiet niet op, ik doe alles alleen? Kan, we gaan het zien. Single Steenbok. De Hoge Priester. Het geloof erin is belangrijk om dat erin vast te houden naar elkaar toe. Misschien wel iets wat je de laatste tijd bewust verlangt. Of wat jullie samen naar elkaar toe misschien bewust verlangen. Werkt het dan ook samen uit, houd het vast en bouw van daaruit de energie ook verder op natuurlijk. Steenbok en relatie. Ga niet verminderen. Weer de munten weer balans te houden in alles. Financieel, materieel, gevoelens, emoties, gedachten. Goed beide, jullie grenzen aan te geven naar het verleden en naar de toekomst. Misschien ook algemeen te zeggen van, goh, we gaan hier niet meer verminderen. Want we hebben genoeg geïnvesteerd in anderen. Maar we gaan nu even wat meer voor, wat meer voor onszelf. En we trekken ons even terug op onze eigen manier. Mag je zeker doen, Steenbok. Samen. Zodat jullie de vrolijkheid, de positiviteit en de gelukzaligheid naar elkaar toe op de juiste manier kunnen bewaren. En ook echt wel goed naar elkaar toe kunnen vasthouden naar de toekomst. Om betere resultaten eruit te halen. Wat voor jullie beiden gaat staan als de juiste vorm van overwinning. Vanuit een strijd, vanuit de inspanning wat jullie samen misschien een bepaalde dingen hebben moeten leveren. Maar wat uiteindelijk achteraf wel het meeste gaat opleveren voor jullie beiden. Steenbok in relatie. Heel erg mooi. Ga zo door. Houd het vast. En ga in de algemene vorm dan ook niet verminderen. Want dan krijg je er uiteindelijk wel steeds meer uit aangeboden. En ook wel steeds meer uit opgebouwd. Wat jullie natuurlijk samen ook wel op de juiste manier verdienen dan. Wat dat betreft. Mooi. Ga dat doen, Steenbok in relatie. Pak dit aan. En bouw er maar het een en ander verder uit op. Verminder moet je niet meer gaan, wat ik hier zie. Goed. Steenbok. Stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart en dat is je antwoord. Dus Steenbok, stel je vraag. Het antwoord voor de Steenbok is. Oké, goed. Dit is hem. De kaart van vrede. Vrede, rust, innerlijke rust, vrede om jou heen. Heel erg mooi antwoord. Maar ook wel dat er iets nieuws gaat komen. Dat er wel een nieuwe periode gaat komen. Een transformatie waar jullie samen steeds mee, of waar jij misschien algemeen ook steeds meer doorbraken gaat maken. Steenbok, zolang je maar de vrede en de rust erin bewaart. Dat is het antwoord op jouw vraag. Mooi. Een heel duidelijk verhaal van jou, Steenbok. Zou zeggen, ga er wat mee doen. In ieder geval doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. En vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.
Thank you.